Vorige week in Junior Eurosong 2010. Onze juniors werden in een piepklein autootje naar het concert van Lesgo gebracht en gingen daar volledig uit hun dak. Vanaf volgende week maandag kan je op Ketnet kijken naar de shows van Junior Eurosong. Eerst zijn er 4 spannende voorrondes en op vrijdag is er de grote finale show. En die zullen we live uitzenden van op Ketnet. Maar voor het zover is, duik ik eerst nog 1 week onder met de juniors. Welkom beste juniors hier in domein Rozendaal, waar jullie een week in afzondering zullen gaan om opnieuw zangles en dansles te krijgen. En tussendoor krijgen jullie ook mediatraining, want nu donderdag dan worden jullie al voorgesteld aan de pers. En dat gebeurt allemaal hier in dit supermooie koetshuis, waar jullie nu een bed mogen uitkiezen. Zoveel balies. Wacht, ik ga je helpen. Ik zal meepakken. Alsjeblieft, madame. Kijk hoe mooi beetje jij hebt. Bij het kiezen van een bed staat Ferre voor een levensgroot dilemma. Ik hoop dat hier een beetje gaat gaan, hè, jongens. En als het hier niet wat stil is, dan verleg ik mij morgen, hè, weet. Tijdens het vorige kamp, het was redelijk laat al. Ik heb er heel veel last mee, met mijn stem was ik niet op tijd gaan slapen. Dus daarmee heb ik mij op een andere kamer gelegd. Dus als het vanavond goed is, wie weet, blijf ik dan wel nog liggen voor de rest van het kamp. Ferre kan op zijn beide oren slapen, want na een dansles van Bart zal Emile tegen vanavond zeker moe genoeg zijn. We gaan jouw act nog beter maken, nog sterker. We gaan er een volledige vleugelpiano op het podium zwieren. En je vertelt gewoon je boodschap aan de camera. Je kijkt er eens naar, terug weg, je vertelt je volgende zin. Ik kan zoiets met je schouders zijn, hè? Want je weet niet wat de dag brengen zal. Traag. Kom dichterbij en geef je hart en je ziel aan mij. Tijdens de live shows moet ik ook in de camera kijken. En het is eigenlijk om de kijker te laten zien dat ik precies voor hem zing. En dat ik niet voor iemand anders zing, bijvoorbeeld. En terwijl Emile de camera verder verleidt, ontfermt zangcoach Daniel zich over DNA. Je moet erop letten, ook in het refrein, dat de timing heel goed juist zit. En dat is nog niet helemaal in orde. Ik krijg het gevoel dat ik eigenlijk te veel een rommelig hoopje hoor. Hè? Maar we gaan, om dat te oefenen, die timing, dat gelijk zitten, gaan we nu eens goed naar elkaar kijken. En dan gaan we dat zo eens proberen, ja? Je moet in elkaar geloven, want als je... We hadden dan ja, een klein ruzietje, zal ik maar zeggen. En ja, dan gaat dat niet zo. Maar het is opgelost en dan gaat dat ineens veel beter. Ja, zoeken. Oké. Okay. Ja. Nee, we gaan ook lang niet slapen. Alle kids, luisteren in de lucht. Het is gedaan met huiswerk maken. Alle kids... Vuisten in de lucht, muziek als wapen. Ja, vandaag zijn wij de baas. Alle vuisten in de lucht, wow, wow, weg met al die oudjes. En dan is er spaghetti. En mannen, is lekker? Ja. Moet er iemand nog een beetje saus hebben? Nee? Genoeg? Oké. Okay. Jullie weten ondertussen al dat Jelle van Lesgo een van de juryleden is. Ja. Ik weet wie er nog in de jury zit. En om die te ontdekken, moeten jullie deze avond op tocht. Dus ja. Eet snel uw bord leeg en dan naar buiten, potjes aan. En we zien elkaar straks buiten, hè? Goed? En volop. We hebben het. Een vlammetje. We moeten naar hier, We moeten naar daar, naast het koetshuis. Ferry! De tocht vond ik eigenlijk wel grappig, want iedereen probeerde elkaar bang te maken. En dan stond er daar een man met een doos en met een papiertje erop. Spinnen, muizen of maden,
Welke hand zal ik... Oh ja, je moet daarin gaan. De mijne alles. Nee, ik ga daar niet in. Waar ik vooral heel veel schrik van heb, dat is spinnen. Nee, dat niet. Spinnen, muis of maat? Nee, ik doe dat niet. Ja, dat vind ik echt gruwelijke beesten. Oh my god, ik hoop dat er geen zoveel... Maar alleen, ja, echt. Dat is veel goed. Nee, kom aan, Inu. Maar niet kijken naar er geen... Ah, wat is dat? Wacht, dat is niks. Het is... Oh, wow. Ik had het nog niet zo. Ja, Inu.